maandagavond al. Je ziet het al, wordt een beetje donker. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik een extra lang weekend heb. Want ik ben nu onderweg. Ik ga nu vertrekken naar de eetclubavond. En als je al wat langer mijn vlogs kijkt, dan weet je ondertussen dat ik elke zoveel weken een eetclubavondje heb met allemaal vriendinnetjes. En het is vanavond. Dus we starten deze week super gezellig. Net alsof het nog weekend is. Met alle meiden bij elkaar. En lekker eten. Ready? Daar gaan we. We zijn trouwens bij Shanna thuis. Hallo! Laatste dingetjes. En dan gaan we aan tafel. Past allemaal net. We hebben volle bak. We zijn met z'n allen vandaag. En we zijn met 8 meiden. Dinsdagochtend en ik ontbijt met een nieuw favoriet ontbijtje, namelijk quinoa porridge. En ik had dit receptje bedacht voor de Foodiness blog, maar ik ben echt nu al fan. Dit is zo lekker en creamy en bordevol eiwitten, goede carbs voor de ochtend. Ik heb mango erbij gedaan, een pekanootje, kokosrasp. Beetje agave siroop en een gemberteetje. Het receptje komt heel snel op Foodiness. Zo, even een update. Jongens, het is gewoon woensdagavond. 6:30. En ik heb zo weinig gevlogd. En dat was echt niet de bedoeling. Maar de dagen waren echt mega lang. Mega vol, mega druk, mega veel. Dus mijn excuses. Ik ben een klein beetje vergeten te vloggen. En daar kwam ik net achter. Dus ik denk, ik gooi eventjes de camera aan. Oh, de blauwe envelop. En dan geef ik jullie even een update. En dan ga ik vanaf morgen ga ik weer goed opletten en heel veel vloggen. Maar nu eerst eten. Man, ik heb honger. De dag was zo druk. Veel te weinig heb gegeten. Oh man. En de dag was zo druk dat ik trouwens ook geen make-up op heb gedaan. En nu in dit licht zie ik echt hoe mooi dat is geworden. Uh-oh. De blauwe brief is niet voor mij. Eten is klaar. En we eten pasta, kip en groenten. En ondertussen is het alweer donderdag. Man, is het echt? Het is echt donderdag. De week vliegt voorbij. Donderdagmiddag is het trouwens. Ik zit in de auto onderweg naar Almere. Vandaag heb ik namelijk filmopnames voor Flevo TV. En dit is iets wat ik doe in samenwerking met de gemeente Almere en Fit Society. En dat doe ik al best wel een tijdje eigenlijk. Maar ik heb jullie nog niet eerder meegenomen sinds ik ben begonnen met vloggen. Dat gaan we vandaag dus anders doen. Nou, wat we doen samen met de gemeente Almere en Fit Society is om de jongeren in Almere enthousiast te krijgen om te gaan sporten. En te laten zien hoe leuk het is om te bewegen. En hoe belangrijk natuurlijk. Dus wat ik elke keer doe samen met Jaël, we zijn namelijk een duo, twee presentatoren, gaan afhankelijk van elkaar steeds een andere sport uitoefenen. En daar doen we dan verslag over en daar laten we zien hoe dat eraan toe gaat, wat je daarvan leert, waarom het zo leuk is. Superleuk, ook voor mij, want zo kan ik ook steeds een andere sport proberen. En de eerste keer bijvoorbeeld moest ik kickboksen. Nou, dat doe ik natuurlijk nooit. Dat was echt hilarisch trouwens, die aflevering. En de tweede keer moest ik gaan squashen. En vandaag gaan we hip-hop dansen. Dus ik rijd naar Almere toe. Ik heb lekker een sportpakje aan. Want het mag vandaag als werkkleding. En dan neem ik jullie mee en laat ik jullie zien achter de schermen wat we gaan doen. Zo, ik ben er. Ik vind het altijd zo leuk als ik iets voor werk in Almere heb. Dan ben ik toch weer een klein beetje thuis in mijn hometown. Oké, gaan we eens even zoeken waar we moeten zijn. Nou, ik hoorde hip-hop muziek al. Hier moet het vast gaan gebeuren. We gaan beginnen met het interview. Cameraman, geluid. En jij bent hier. En we gaan de baas van deze hip-hop dan voor eerst interviewen. En daarna ga ik met deze lieve kleine meid aan de slag. We're 1000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would wait forever,
vond je ervan? Hoe heb ik het gedaan? Je had het goed gedaan voor, ja, was dat je eerste keer? Voor een beginner, hè? Ja, voor een beginner was het leuk. Maar denk je dat ik iets meer moet gaan doen? Of zeg je nee, blijf jij maar lekker een beetje vloggen en bloggen en laat dansen maar aan mij over? Nou, ik heb hem eigenlijk niet zelf. Ik denk dat we jou terug zijn, maar so you think you can dance? Hopelijk. Gaan we voor, hè? Ja. Krijg ik nou, zie ik daar nog iets leuks? Oh, wat mooi! Vind ik jullie tasjes? Ja. Dankjewel. Superleuk. Goedemorgen. Het is iets over 8. En ik heb net lekker een stukje gefietst naar het Pulitzer Hotel. Daar loop ik nu naartoe. Ik heb mijn fiets geparkeerd. Ik moest vanochtend een beetje vroeg mijn bed uit, maar wel voor iets heel erg leuks. Want, haar mond. Want ik heb hier vandaag een shoot met de Hunkemuller. En het wordt een hele andere shoot dan normaal. Niks sportgerelateerd, maar wel heel erg leuk. Ik hoop wel dat ze een beetje make-up klaar hebben staan, want kan ik wel gebruiken. Ik ben trouwens nog nooit in het Pulitzer geweest. Ik ben heel benieuwd, want het schijnt heel mooi te zijn. Ja, kamer 173. Ja? En hoe kom ik? Dat is in de gang in. Ja. En dan even naar rechts lopen. Dus en dan komt daar... En dan even bochtjes voor. Oké, okay. Dankjewel. Kamer 173. Nou, gaan we het even zoeken. Ik vind het allemaal super mooi, zeg. Dat dit allemaal verstopt staat in ons mooie Amsterdam. 173, 173. Goedemorgen. Goedemorgen. I would take it. It's a shot in the dark. Veel beter. Alleen haar nog even de finishing touch. En dan gaan we beginnen. Iedereen staat wel klaar. When I'm with you, there's no place I'd rather be. Zo, outfitjes. Doorpassen. Panties. Een heel klein dotje. Oh, dit is heel erg leuk. When I'm with you, there's no place I'd rather be. Twee outfits geschoten, volgens mij is het goed gegaan. En we gaan nu hier in deze kamer nog een backstage video opnemen, zeg ik dat zo goed? Dus alle ambassadors worden nog geïnterviewd en ik mag eerst. Het is lunchtijd en dit is de tafel voor het hele team. Gezellig! Het was zo'n leuke ochtend en we hebben heerlijk gegeten net met z'n allen. En nu zit ik op het fietsje naar huis. En geniet lekker van het zonnetje en de buitenlucht. Want jongens, het is gewoon 11 graden. Wat? In februari? Oké, mijn volgende to-do is goodiebag tasjes inpakken. En ik doe net alsof dat zo snel gaat. Als 3, 2, 1. Tada! En waar al deze tasjes voor zijn, ga ik jullie morgen vertellen. Daar is ze weer met de goodiebag tasjes. Gisteren heb ik die ingepakt en die neem ik vandaag mee naar de jaarbeurs in Utrecht. Voor de allereerste Foodiness Meet and Eat van 2017. En die vindt vandaag plaats op de Nationale Gezondheidsbeurs. Ze hebben daar een speciaal bloggerstheater en gevraagd of ik daar een Foodiness Meet and Eat wilde organiseren. Exclusief voor winnaars only. Er komen 15 meiden en die hebben alleen een kaartje kunnen winnen. Ik vind het een klein beetje spannend, want het is de eerste keer dat ik het op een andere locatie organiseer. Dus alles wat normaal onderdeel is van de Foodness Meet and Eat moet daar naartoe gebracht worden en geregeld worden op afstand en via contactpersonen. Dus ik heb zelf wel veel gericht, maar ik moest de controle een beetje loslaten. Dus ik ben heel erg benieuwd waar ik zo meteen terecht kom en hoe het eruit ziet. Ik heb in ieder geval alle tasjes bij me. En nog een extra body and fit doos. Met nog extra lekkere dingetjes voor op de Foodiness Meet and Eat ontbijttafel. Ik ga nu de navigatie invoeren en dan gaan we naar Utrecht toe. Oh shit. Merci! We zijn binnen en ik ga jullie even laten zien hoe super cool dit eruit ziet! Tada! Nou, dit is dus het bloggerstheater. En hier gaat zometeen het Foodiness ontbijtje plaatsvinden.
Dus de yoghurtbarn heeft alle hapjes gebracht. En Body & Fit heeft allemaal snackjes verzorgd. En de yoghurtjes komen zo meteen ook nog op tafel van de yoghurtbarn. En daarachter staat koffie en thee voor iedereen. En... wie is dat nou? Ik ga nog even naar het toilet toe en dan ga ik klaarstaan om iedereen hier te ontvangen. Oh kijk, Goodie Bag Tasje hebben we ook een plekje gekregen. Iedereen is binnen, alles staat op tafel. En nu gaan we eindelijk eten. Eet smakelijk, eet smakelijk, eet smakelijk. Nu kom je op de vlog, hè? We zien je zelf straks. De meet and eat zit er alweer op. Het is inmiddels 1:05. Dus we zijn een beetje uitgelopen. Het was echt... oh, het is zo leuk. Die meet and eat zijn zo bijzonder. Echt. Oh, het was echt... het was echt gek. We hebben super lekker gegeten. We hebben super lekker gedronken. We hebben echt de oren van elkaars hoofd gekletst. En de tijd is voorbij gevlogen. Het was zo leuk. Echt. Oh, als je nog nooit bij Poenis meet and eat bent geweest, moet je echt, echt, echt een keer komen. Oké, ik ga nu even een slokje water drinken. Want blijkbaar was er ook nog een meet and greet. Meet and eat, meet and greet. Met Carolina van Poenis. Dat wist ik dus helemaal niet. Dus het staat hier helemaal vol met allemaal mensen die staan te wachten. Super spannend, dus dat ga ik niet doen. Het is 2:30 en ik zit in de auto. En ik ben echt helemaal in extase van deze ochtend. Dit was zo ontzettend leuk. En die meet and greet was zo bijzonder. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan. En op deze was ik niet eens voorbereid. Maar het was echt... het was zo bizar. Er stonden daar gewoon allemaal meiden te wachten. En sommigen wilden me wat vragen. Sommigen wilden op de foto of even kletsen. En ik heb echt geprobeerd om voor iedereen eventjes de tijd te nemen. En echt even rustig met elkaar te praten. En oh, het was echt heel leuk. Ik ben nu ook echt helemaal uitgekletst. Want dit was echt gewoon 4 uur lang kletsen, 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 kletsen. En de drukte en het enthousiasme en de gezelligheid. Oh, ik ben echt... ik ben echt super dankbaar dat ik dit allemaal mag meemaken dankzij Foodiness. Echt. Die meiden hebben geen idee wat ze me geven. Echt. Zo lief en bijzonder dat ze daar stonden. Oké, ik ga daar eventjes van nagenieten onderweg naar huis. Met behulp van nog iets lekkers. Want ik ben natuurlijk niet echt aan eten toegekomen. En de bananencakejes van de yoghurtbar die lagen ook net op de tafel bij de Foodiness Meet and Eat. En ik heb 1 plakje meegenomen. En die ga ik nu lekker op smikkelen. Het is einde zondagmiddag. En het is vandaag weekend. Enige weekenddag. En ik zit op de scooter met Danny. En zoals je ziet heb ik weer geen make-up op. En vandaag heb ik helemaal geen goed excuus. Want ik wilde vandaag uitslapen. Dat heb ik gedaan. Ik heb tot 8:45 geslapen. Toen hebben Dan en ik de hele dag series gekeken. Dus niks nuttigs gedaan. En we hadden maar 1 afspraak. En daar gaan we dus nu alsnog te laat voor komen. Dus vandaar zonder make-up. Wat gaan we doen? We gaan lekker met mijn papa en mama uit eten. Mijn moeder die is net terug uit Bulgarije. Dus die heb ik heel erg gemist. En die wil ik graag zien. We gaan lekker samen eten en kletsen. En een beetje tussen de ademen. Want de hele dag in pyjama voel je echt huismoes. Oké. Het is wel lekker frietjes hoor. Cheesecake! Nee, precies. Wij liggen alweer op de bank! We hebben net super gezellig gegeten met mijn familie en lekker gekletst. En toen zijn we eigenlijk meteen weer naar huis gegaan. En nu liggen we alweer op de bank, want we staan echt popelen om weer verder te gaan met onze serie. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even deze weekvlog afsluiten. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze week. En dus ook aan het einde van deze video. Ik hoop dat je deze video heel erg leuk vond. Dat je me dat laat weten. Duimpjes omhoog. Laat berichtjes achter hieronder. Zou ik echt super leuk vinden. En meld je aan op het Foodiness YouTube kanaal. Als je elke woensdag door mij verrast wil worden met een nieuwe weekvlog. Want elke woensdag sta ik voor je klaar. Maar voor nu gaan wij lekker Netflixen. Theetje erbij. Kleedje erbij. En eventjes offline zijn. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag. En ik zie je volgende week weer.